mistig buiten. Ik werd helaas wakker gemaakt door een of ander straatveegwagentje. Dus ik was best wel moe. Het is echt nog maar net geweest. Maar mijn ontbijt staat hier. En vandaag heb ik een niet al te goed to-do-list. Maar de dingen die op de to-do-list staan zijn best wel grote taken. Zoals een schrijversacademie opdracht en een proeflezer opzetmail maken. Want ik heb vandaag heb ik de oproep voor proeflezers online gezet. Heel spannend, maar ja, er moet dus nog genoeg gedaan worden. Dus, ik ben echt verschrikkelijk aan het uitstellen. Ik heb mijn opdracht hier liggen. Alleen ik vind hem echt niet leuk. Deze opdracht van deze week vind ik niet leuk. En die van vorige week vond ik ook echt niet leuk. En ik weet ook niet goed wat er gebeurt als ik hem niet maak. Dus ik moet hem wel maken. Maar ik ben dus nu al een half uur echt aan het uitstellen. Omdat ik er gewoon geen zin in heb. Joe. En in plaats daarvan zit ik dus gewoon interviews te kijken van de Kardashians van de 10-year anniversary. En heb ik gewoon even YouTube open. Ik geef het op. Ik ga vandaag niet mijn academieopdracht maken. Omdat ik nu al een uur aan het uitstellen ben. Ik ga wel. Wat een enkel, echt hè. Ik ga wel mijn opdracht printen die ik volgende week zaterdag moet meenemen. En dan ga ik even iets anders of de kachel aansteken, opdraaien of even warme sokken opzoeken, want ik heb het koud. En mijn tanden poetsen en dan iets van Nienke's feedback verwerken terwijl ik Chicago Fire aan het kijken ben. Het is een beetje een lui dagje. Ik ben gewoon echt niet vooruit te branden. Oké, ik had net dus vette ruzie met de printer. Er zitten blaadjes vast. Omdat hij alleen maar achter elkaar witte blaadjes bleef uitspuwen. Dus op een gegeven moment heb ik de la opengetrokken en uitgezet. En toen zaten er een aantal blaadjes klem en gescheurd. En toen begon dit drama. Dit zijn 16 keer in plaats van 15 keer mijn schrijversacademie opdracht. Maar hij print dus af en toe heel gek. Dus als ik heb nu 16 keer ingevuld printen. Heeft hij dus eerst alle eerste blaadjes geprint en toen pas alle laatste blaadjes. En die instellingen zijn eigenlijk altijd anders. Dus ik word er een beetje schijtziek van. En ja, nou mag ik dit allemaal nog gaan genieten. Dus ik ga maar de schrijversacademie of de Chicago Fire maar aanzetten. En een beetje doelloos zitten genieten. Hi, ik ben echt net weer thuis. Ik zie trouwens dat ik mijn camera moet opladen. Maar ik kom echt net weer bij oma vandaan. En ze heeft me een bakje fruit meegegeven. Wat nog over was van de barbecue. Dus dat ga ik of nu of strakjes bij het eten even eten. Maar ja, ik ben echt net terug. En mama en Anne zijn er nu voorlopig nog niet. Ik denk dat het nog wel 2 uur duurt voordat zij weer thuis zijn. Dus ik heb nu nog even 2 uur tijd om iets schrijfgerelateerd te doen. Ik weet nog niet wat ik wil gaan doen. Ik was voordat ik naar oma ging in het midden van... de proeflezen vragen in enquêtestijl op Survio te zetten. Dus ik denk dat ik dat afmaak. Oh, dat is een kriebel in mijn keel. Ik vind het niet leuk. Maar ja, er zijn ook nog andere dingen die ik wil doen. Zoals Nienke de spellingsfoutjes toevoegen. Ik heb ze halverwege al een beetje eruit gehaald hoor. Maar... En nu ik toch boven ben, even de oplader zoeken van deze camera. Ben ik nog aan het doen? Geen schrijversacademie opdracht. Ik ga over ongeveer een klein kwartiertje. Ik moet nog 8 minuten kijken van de nieuwe Ben Brown vlog. En dan ga ik oppassen. Ik heb alle proeflezervragen in Survio gezet. En ik heb al 3 aanmeldingen voor proeflezers. Dat is echt hartstikke tof. En dan nog meer. Ik ga dan zo meteen bij het oppassen
Het zijn jongens die gewoon lekker hun ding doen, dus ik kan gewoon ook verder aan mijn boek. En ik wil een klein budget uitstippelen voor een vakantie naar Edinburgh. Ik heb het niet in de vorige vlog gezet meer. Ik heb het eruit geknipt, want het was een beetje een gek verhaal. Maar ik heb een datum in gedachten dat ik heel graag naar Edinburgh wil. In april. En ik denk dat ik daar gewoon helemaal aan goed komen. Dat het gewoon gaat gebeuren, want ik heb er nu echt super veel zin in. Het heeft al een keer op mijn radar gestaan, of hoe je dat ook wil zeggen. En ja, ik denk dat het deze keer gewoon gaat gebeuren. Nog even sparen, dat sowieso. Maar ik denk dat ik aan het eind van oktober misschien wel geboekt heb. Dus dat is echt heel erg leuk, echt heel erg leuk. Dus ja, laat ik maar mijn schoenen aan gaan aandoen. Ja. En nog even deze vlog afkijken. Weer even gefilmd van een gekke positie. Ik ga mijn schoenen aandoen, want ik moet over een kleine 5 minuten naar mijn werk toe. Maar, dit is schrijversacademie opdracht. Ik ben een beetje met Nienke gaan appen in het groepsgesprek met Nienke en Ismee. En ja, waarom ik de opdracht eigenlijk niet zo leuk vond. Weet nog steeds niet helemaal goed, maar daarna, we bleven een beetje kletsen. En toen kreeg ik toch een beetje inspiratie. En ja, daardoor heb ik nu wel mijn opdracht af. Oeh, ik krijg een lamme arm. Dat is best wel snel. Dan maar even zo. Dus, de schrijversacademie opdracht is gemaakt. Blijkbaar kwam er in mijn manuscript 82 keer brunette voor. En heb ik gewoon de personages veel te vaak met hun huidskleur beschreven. Dus dat heb ik er allemaal uitgehaald. En als je de precieze nummers wil weten, dan moet je nog even snel naar mijn blog gaan. Als het goed is, staan ze in het verlaten manuscript update nummer 9. Dus ja, dan moet je daar maar even naar kijken. Ik wil eigenlijk een nieuw personage gaan uitwerken. Ik loop al een tijdje met twee verschillende ideeën. Waarvan eentje over een doof meisje gaat. En de ander gaat over een meisje dat gaat tijdreizen. Dus één is contemporary, de ander is sci-fi fantasy-achtig. En ja, een van hen wil ik beter uitwerken. Voor eentje van het dove meisje heb ik al wel een basis staan van karakterisaties en dat soort dingen. Maar ja, ik wil weer iets eraan gaan doen. Dus dat is wel heel erg leuk. Goedemorgen, middag ondertussen. Even de tv uit. Het is zaterdag. Ik heb echt een verschrikkelijk lekker lui ochtendje. Ik bleef maar op mijn bed liggen. En toen heb ik guacamole gemaakt. Alweer. Want dat vind ik gewoon veel te lekker. En verder heb ik alleen maar op de bank gehangen. Met een collegaatje gebeld. En ja, ik heb eigenlijk helemaal geen to-do-lijst voor vandaag. Ik heb net mijn mama eventjes iets geprobeerd te bestellen via internet. En ja, ik ga nu eventjes dan... ik denk dat ik hem broodjes ga roosteren die we niet meer hebben. Ja, dan worden het gewoon crackers met guacamole. En ja, de vraag is wat ik nog vooral vandaag ga doen. Ik weet het niet. Maar ik heb wel iets anders leuks te vertellen. Ik heb de eerste 5 hoofdstukken uitgestuurd naar Eline. Want Eline is een van mijn proeflezers. En dat vind ik echt heel erg leuk. Hoho, bijna. 24. Relatie bij Rahimova wordt het groter. Die lange nummer 17. Thank you.
Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Staat niet veel op de planning. Ik moet vooral mijn tas inpakken. Vanmorgen, want morgenavond is het concert van Lord. En ik moet mijn kamer even poetsen. Of in ieder geval stoffen. En opruimen. Van eigenlijk van alles en nog wat. Maar ja, ik heb jullie sinds... kan dit? Ik heb jullie in principe sinds zaterdag niet meer gesproken. Ik heb wel veel gefilmd op zondag. Maar dit weekend was gewoon een hartstikke fijn, rustig weekend. Maar zaterdagavond heb ik gewoon een hele outline geschreven voor een nieuw boek. Hartstikke gek eigenlijk. Ik weet ook nog niet of dit het verhaal is dat ik met Camp NaNoWriMo of met NaNoWriMo wil gaan schrijven. Er zijn nog een aantal dingen die ik sowieso nog moet bedenken ervoor. Tussen zeg maar, tussen de karakters en hoe ik het allereerste hoofdstuk eruit wil laten zien. Maar ja, het staat eigenlijk best wel stevig en dat is echt super tof. Dus ja, zo is september wel hartstikke goed geëindigd. En ja, wat heb ik nog meer gedaan van het weekend? Oh, ik ben onverwachts met mijn moeder naar de IKEA geweest. Dat was zondag volgens mij. En ik heb zelf niks gekocht. Mama heeft nieuwe dingen gekocht voor hier in huis. Ik heb wel hele leuke dingen gezien, zoals gewoonlijk bij de IKEA. Ik ben onderweg naar oma. Eigenlijk lekker op een gemakje aan het lopen. We moeten straks naar een verjaardag toe en ik heb een appeltje gepakt. En ja, ik ga nu bij oma wat lezen. En misschien nog wat plotten aan een nieuw boek. Goedemorgen. Ik heb nog niet echt gefilmd vandaag. En dat komt omdat... Het is een beetje een gek ochtendje. Ik moest echt nog hartstikke snel mijn spullen pakken. Want gisteravond... ik had verteld in een shot van gisteren dat mijn oom jarig was. En dat we daar naartoe zouden gaan. Maar ja, daar zijn we naartoe geweest. Ik heb daar alleen vissensoep op. En daarna nog poters. En het zakte maar niet. Het was echt een drama. Ik ga gelijk even mijn make-up doen. Maar het was echt drama. En ik kwam thuis rond een uur of acht. Ik ben met de hittepit op bed gaan liggen. Ja, ik ben gewoon... Toen moest ik nog douchen en ik had er echt hartstikke weinig puff voor. En ja, mijn tas eens inpakken. Dan had ik dus ook echt absoluut geen zin in. Ik had wel een lijstje gemaakt in bed wat ik moest pakken. En ik denk dat ik rond een uur of 10:30 in slaap ben gevallen. En vervolgens werd ik wakker. Iets voor 12 denk ik. Om te spugen. Gadverdamme. Ik weet dus wel dat ik nog weer vissoep eet, hè. Dus ja, ik ben me nu nog steeds aan het klaarmaken voor vandaag. Logisch. Als het goed is Anne hier binnen nu en... Een half uurtje, denk ik. We moeten nog even gewoon naar binnen. En dan... Dan gaan we de oma naar het ziekenhuis. Toen moeten we de oma rijden. En Anne dacht, ja, laat ik ook komen. Want dan mag ik ook een stukje rijden. Ik mag alleen met Anne poetsen. En pil. En een lichtje op doen. En dan even een klein briefje schrijven. Want dan komt vanmiddag een postbezorger met 2 leuke boeken. En ik hoop dat ze er nog zijn voordat ik de bus haal vanmiddag. Om 1 uur als het goed is. Want het duurt nog wel eventjes in het ziekenhuis. En hopelijk komt hij ook zelfs nog voordat we naar oma gaan om 10 uur. Maar dat denk ik niet.
Honey, I'm home! Oh, lekker thuis. Het was echt weer een flinke rit. Ik heb nog lekker met Anne geluncht. Maar wat een ongelofelijke nacht was dit. Ik heb er gewoon geen woorden voor. Oh mijn god, ik ben wel blij dat ik weer thuis ben. Maar ik heb heerlijk geslapen. Ik heb hartstikke naar mijn zin gehad. En nu nog eventjes een paar uur chillen. En dan morgen weer werken. Ik kom echt net aan en ik bedacht me, laat ik eerst oma maar even bellen. Want misschien is ze er niet. En anders was ik met mijn spullen doorgelopen naar oma om erachter te komen dat ze inderdaad niet thuis is. Dus ja, very lucky. Dus tijd om uit te pakken. Goedemorgen, middag ondertussen. Het is vandaag zondag. En zondag betekent kamer opruimen, stoffen, plantjes water geven, foto's importeren en gewoon hartstikke rustig aan doen. Terwijl ik eigenlijk aan het opruimen ben, zie ik dat ik op mijn telefoon een mailtje heb binnengekregen. Of een berichtje op Instagram heb gekregen van een meisje wie ik van het week van de week heb leren kennen bij het Lord Concert. Toevallig luister ik nu ook Greenlight om lekker aan de sfeer te komen van het opruimen. Maar ze stuurt me een berichtje met en je zocht nog proeflezers en mij lijkt het wel leuk om je boek te lezen. Want ik vind fantasyboeken ook leuk. Dus ik vroeg me af of dat kon. En dat lijkt me super te gek. Dus ik ga haar nu eventjes terug mailen. Vandaan en we hebben daar een bakje koffie gedaan en mam en ik hebben net friet gegeten. Maar nu ga ik deze vlog afsluiten, want ik ga vanavond niet zo veel meer speciaal doen. En gewoon lekker op mijn gemakje misschien een film kijken. Bedankt voor het kijken naar deze vlog en vergeet niet te abonneren of een duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie volgende week weer met, denk ik, een boekige video. Doeg!